BSM, Bewegen, Sport en Maatschappij, is een nieuw keuzevak en bestaat uit 4 onderdelen. Bewegen, bewegen en regelen, bewegen en gezondheid, bewegen en samenleving. Qua bewegen is het de bedoeling dat je jezelf ontwikkelt, maar niet alleen jezelf, ook de ander. Dat doe je door te spelen, maar ook door elkaar te coachen. Qua bewegen gaan we verder de verdieping in. Dat betekent dat we sporten gaan doen die al bekend zijn, maar we gaan ook verbreden, oftewel sporten die minder bekend zijn bij de leerlingen. We hebben EHBO gehad en we moesten een trainingsschema maken. Wat je moet eten, hoe vaak je moet trainen en om je conditie te verbeteren. Voor EHBO leren verbandjes leggen, maar ook blessures, sportblessures. Vooral het samenwerken is heel belangrijk. Daarin ook nog het leidinggeven is iets wat ik nu heel veel moet doen tijdens mijn studie. Communiceren komt ook heel vaak terug, want je moet alles in groepjes doen. En dat heb ik bij BSM wel geleerd. Voor mijn opleiding die ik nu doe, dan ga ik juist kijken hoe iets georganiseerd is. Dus dan kan ik dat een klein beetje koppelen naar dat BSM gebeuren. We hebben natuurlijk superveel bewogen en veel verdieping in de sport die je anders niet zou krijgen. En de afwisseling met dingen organiseren, zelf sporten. BSM zijn voordelen meestal dat het alleen maar sport is, maar het gaat veel verder. Dus ook het organiseren van andere evenementen komt er in plaats. En ik vond het superleuk dat met de groep iedereen heel fanatiek is en dat is toch anders dan in de gewone gymles.